Ah, niet op. Ja, we zien je. Ja. Ja. Mag ik deze bloem alvast aanbieden? Oké, okay, nou, je bent je leven niet meer zeker zo. Nou, we gaan opnieuw ons even concentreren. Iedereen heeft dus 2000 gulden gehad. En we gaan spelen, doet hij het of doet hij het niet? En hier komt het eerste filmpje. Dit is een van de grootste... Ja, oh, dat gaat hard. Dit is een van de grootste overdekte onderwaterglijbanen van de wereld. Meer dan 500 meter lang. En we gaan mensen vragen of ze met kleren aan hier doorheen durven. Dus dat is direct de vraag onder het mom. Doet hij het of doet hij het niet? Ja, ik kan toch zo niet prissen. Dat is toch niks als ik zo een tekst doe. Hoe kan ik het zeggen? Wat erover? Au, zou u met mij in de... In die groene glijbaan willen, met de kleren aan. Hou ik ook mijn kleren aan? Oh nee. Nee? Oh nee. Nee, spijt me. Word ik nat en zo. Nee, op dit moment. Ja? Ja hoor, dat doe ik wel. Echt niet? Doet ze het of doet ze het niet? Nee. Niet? Oké. Okay. Oh ja. Maar met de kleren aan? Oh, best hoor. Doe maar even de groeten aan iedereen. De groeten aan iedereen die je kent wel, hè? Iedereen die ze kent. Oké, okay, dan gaan we weer. Ah. Ja. Nee, dan droog ik uw kleren. Zo. Hou ik op. Hou ik ook mijn kleren aan? Ja. Kijkt u in de camera en dan zegt u, ik doe het of ik doe het niet. Zeg het maar. Doet hij het of doet hij het niet? Ik heb zo'n plezier gehad. De hele dag in zo'n glijbaan is echt prachtig. Deze oudere vrouw gaat hier met mij gekleed door die glijbaan heen. Sietske en Bart. Jullie mogen nu in de eerste rondes nog maar de helft inzetten van het bedrag wat je hebt. Dus maximaal 1000 gulden. Maar doet ze het gekleed, ja of nee? Ja, het is een oude vrouw, hè? Maar... Volgens mij doet ze het. Volgens mij doet ze het. Ja, ik denk het ook. Ja? Ja. Oké. Okay. Hoeveel zetten jullie erop? 500. Sietske is een voorzichtig. 500. 500 gulden op ja voor Sietske en Bart. Oké, okay, het stel in onder trouw. Dat vind ik zo plechtig. Ja. Wat denken jullie? Nou, ik denk het ook wel. Ja, als je dat gezicht van die vrouw ziet. Ja. Ja. Jij krijgt ze wel zover. Ja. Zeker weten. Oké, okay, als je het zeker weet, moet je er veel op zetten. 700 gulden. Ja. 700 gulden op ja. Oké, okay, voor Yvonne en Rob. Joke en Jacqueline. Nou, wat moeilijk. Ja, ik vind het ook moeilijk. Ze is ook inderdaad niet jong. Ze is wel op leeftijd. Zou ze kunnen zwemmen? Neem ik aan. Nou, ik ben erbij. Nou, ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Dat doen we het. Ook voor hoeveel? 500. Dus 500? 500, ja. Zijn moeder en dochter tegen? 500 gulden voor Joke en Jacqueline. We gaan kijken of ik deze vrouw over kan halen om met mij gekleed in zo'n levensgevaarlijke slurf te gaan. Kijkt u in de camera en dan zegt u, ik doe het of ik doe het niet. Zeg het maar. Ik doe het. Ze doet het, zie je wel goed. Zie je direct? Nou, het worden we te veel, hoor. Oh. Zwijg naar de camera. Ja, dan gaat de hallo. 71. Ja, hoor. Ze deed het, 71 jaar. Nou, daar kunnen we allemaal wat van leren. Sietske en Bart, die zeiden ja, hadden gelijk. 500 gulden erbij, komt 2500 gulden. Yvonne en Rob zeiden ook ja, 700 gulden erbij, 2700 gulden. Joke en Jacqueline, 500 gulden erbij, is 2500 gulden. En we zien dat Yvonne en Rob met 2700 gulden lichtelijk aan kop gaan. Sietske en Bart. Helemaal uit Friesland, hè? Mm-hmm. Ja. Wordt er bij jullie ook zo beknibbeld op de gezondheidszorg? Ja. Heb je er last van? Ja, toch wel. Enorm. Ja. Ja, ontzettend. Maar jullie houden wel de moed erin, hè? Tuurlijk, bedag je. Goed zo. Blij erop. Wij staan sowieso achter jullie. En er staat iemand anders ook helemaal achter jullie. En die gaat jullie namelijk helpen.
Het is een rasartiest. We kennen geen helemaal te stotteren. Het is een rasartiest. Hier is ze namelijk. Joke Bruis! Ja, Hey. Joke, ik zie je zo vaak op televisie, maar ik weet dat je ook veel in het theater doet. Ja. Wil je even vertellen aan de mensen wat je in het theater doet? Heel graag. Ik heb een soloprogramma voor het eerst. Het heet Help ons weg, eerste ronde. En de titel zegt het al. Het gaat over een vrouw die alles achter zich heeft gelaten en opnieuw is begonnen, zowel privé als artistiek gezien. Hmm. En het blijkt dat de mensen dat ontzettend leuk vinden en herkenbaar vinden, want het loopt als een tiet. Hmm. Ja, ik wou eigenlijk wel weten, heb jij nu ook voorkeur voor cabaret, voor showprogramma? Ik vind het vak, dat bestaat uit een heleboel dingen. En alles wat daarmee te maken heeft, mits het goed gebeurt, doe ik gewoon graag. Ja, ja. Dus die hokjes zou ik heel graag vanaf willen. Ik wil gewoon alles doen wat een beetje met ons vak te maken heeft. Nou, wij hebben vanavond ook iemand uit een hokje gehaald. En dat zul je merken, want we lopen nu naar de mystery guest toe. Kom mee! Ja. Gaan jullie op de krukken zitten? Want ik denk dat we vanavond weer een hele speciale mystery guest hebben. Jullie krijgen weer 1 minuut de tijd, hè? En de mystery guest, de stem is vervormd. Ja. Want anders wordt het wel heel gemakkelijk. Ja. En daarom zetten jullie nou jullie koptelefonen op. Ja? Mm-hmm. Goed zo. En jullie krijgen 1 minuut de tijd. En de mystery guest mag alleen met ja en nee antwoorden. En ik ga vragen aan Yvonne en Rob, wat denken jullie? 800 gulden op ja. 800 gulden op ja. Zo, dat is stevig. Dat is zeker. En moeder en dochter. Wat denken jullie? Ik denk dat ze dat kunnen raden. Dat is even wel. Ja, ondersteunen ze ook nog. Ja. Ja, hoeveel? Denk voor, zeg jij het maar. 750 gulden. 750 gulden op ja. Wat een vertrouwen. Ja. Goed, ze hebben vertrouwen. Jongens, jullie moeten het kunnen. Daar gaat het. Stilte in de studio. Concentreer je. Ik vind het zelf altijd een van de moeilijkste onderdelen. Kan de mystery guest nu opkomen? Let op je. Ah, nee, ja. Nee, joh. Ah. Nee, joh. Wat doe je nou? Geen idee. Wat doe je nou? Geen idee. Ja. Wat? Nee. Geen idee, hoor. André, wat doe je nou? André, wie? Vergeet je te verkleden, dat is ook stom. Ik loop te zoeken naar ja toch wel. Ik heb hem van... Ja, van nee, ik heb zich hem verkleed. Ja. Ja, maar je hebt hem toch hiermee naartoe meegenomen? Ja, hij moet hier ergens wezen, onbegrijpelijk. Ja, maar... Jaap, waar zit je nou toch? Ik word er gek van zo'n haar. Jaap!